Ja, de heer Van der Staaij, namens de SGP. Dank u wel, voorzitter. Ik spreek ook graag mijn gelukwensen uit aan alle die een medespeech vandaag hebben gehouden of nog zullen houden. Mevrouw Kaag, de heer Hoekstra, de heer Dassen. Maar ook nog de heer, mevrouw De Haan, mevrouw Van der Plas, mevrouw Simon zullen nog spreken. En de heer Eertmans is natuurlijk eigenlijk een beetje een twijfelgeval. Ja. Want dan zie je ook dat alle regels nooit helemaal helder zijn. En dat er net als in de kabinetsformatie altijd heel veel ongeschrevens overblijft. Want ik dacht, ik heb toch een tijdje geleden al een medisch speech van de heer Eertmans gehoord. En ik keek even naar, dat was in 2002, dus dat is inderdaad toch alweer even geleden. Dus welkom terug in ieder geval, zeg ik aan zijn adres. Voorzitter, de kabinetsformatie is begonnen met een valse start. Ronduit ontluisterend was de opmerking positie onzicht, functie elders. Dat raakt niet alleen onze collega persoonlijk, maar ook de positie van het parlement. Want hoe je de gewraakte zin ook uitlegt, er gaat de suggestie van uit dat een kritisch en vasthoudend Kamerlid op een zijspoor moet worden gezet. En ik moet bekennen, dat verzin je niet. Sterker nog, als iemand het wel verzonnen zou hebben, dan zouden velen dit als complot denken van de hand hebben gewezen. En een dringende opgave is nu juist om meer recht te doen aan de positie van het parlement als tegenmacht tegenover de regering. Kijk naar de brieven die bij de verkennis zijn ingeleverd. Iedereen zegt wat nodig is herstel van vertrouwen in de overheid na alle affaires. En nodig is daarom een versterking van de medewetgevende taak, van de controlerende rol van het parlement. En dat staat natuurlijk haaks op de suggestie die uitgaat van die passage om een kritisch Kamerlid weg te promoveren. Die uitgelekte notities hebben veel wantrouwen gezaaid. Terwijl ook, niet alleen voor die opgave van herstel van vertrouwen in de overheid, maar ook voor de vorming van een kabinet juist onderling vertrouwen nodig is. En vertrouwen komt niet spoorslags terug door een pittig debat, maar het begint er wel mee. En daarom is die opheldering broodnodig. We hebben in de interrupties met de heer Rutte al gesproken over de schadelijkheid van het feit dat wat hij eerder zei niet bleek te kloppen. Maar de vragen richten zich natuurlijk ook aan het adres van de oud-verkenners, omdat ook in hun brief die zij gestuurd hebben, het niet klopt wat daar staat, dat er met geen van de fractievoorzitters zou zijn gesproken over de positie van de heer Omtzigt. Willen zij daar ook opheldering over bieden? Hoe kan dat in die brief ook aan de Kamer terechtgekomen is? En waarom wilde zij, als verkenner, die positie van een Kamerlid bespreken met de heer Rutte en mevrouw Kaag? En mijn derde vraag sluit ook aan op wat er nog staande dit debat ook gebeurde. Hoe zit het nu met de informatie die ook over deze kwestie, in ieder geval ook bekend is geworden dat dus ook met de heer Rutte wel was gesproken over de positie van de heer Omtzigt. En dat ook vervolgens bij mevrouw Ollengren en mevrouw Jortsma is meegedeeld. In hoeverre kan het ook via op die manier niet met de hele Kamer gedeeld zijn, is mijn vraag aan in het bijzonder dan mevrouw Ollengren. Voorzitter, de gang van zaken waar we vandaag over spreken is ook een stresstest voor het formeren nieuwe stijl. Het zou goed zijn op een later moment ook deze formatie grondig geëvalueerd wordt, net als de eerdere. Een verkenner, een tamelijk nieuwe figuur op het staatstoneel, loopt op staatsrechtelijk weinig ontgonnen terrein. En daarom ook drie kanttekeningen vragen. Allereerst deze. De aftrap van de formatie begint nu in de rooksalon van de Tweede Kamer sinds enige tijd. Het is niet mistig wat daar gebeurt. De wens van de grootste partij voor een aan te stellen verkenner is leidend. Maar dat heeft kwetsbaarheden in zich. Dat zien we ook. Is het niet beter juist in deze kwetsbare beginfase, als er iemand optreedt die in staat moet worden geacht om boven het partijpolitieke gewoel uit te komen? Het is misschien wat erg vernieuwend wat ik nu voorstel, maar ik denk daarbij aan iemand die onpartijdigheid al met de paplepel kreeg ingegoten. Iemand die breed vertrouwen heeft in de Nederlandse bevolking, die te alle tijden een beroep kan doen op adviseurs die het klappen van de zweep kennen. Iemand die volgens de grondwet ook zelf later
later een taak heeft in het laten formeel benoemen van ministers. Zou dat niet een idee zijn om in die beginfase juist van die formatie daar een rol voor deze persoon te laten terugkomen? Voorzitter, het tweede punt gaat over de recrutering van de verkenners. Het valt me op dat het allemaal figuren zijn die op dit moment nog met beide benen in de politieke modder staan. Zowel de oude als de nieuwe verkenners. Zou het niet verfrissend zijn om te raden te gaan bij mensen die net ietsje verder van de actuele politiek staan? En een derde en laatste opmerking betreft de ambtelijke ondersteuning van de formatie. Het kwetsbare van de al jarenlang bestaande ondersteuning vanuit algemene zaken, hoe deskundig ook, is dat er hoe dan ook een lijn naar het torentje loopt. En het zou goed zijn als dat ook bij de evaluatie opnieuw wordt gewogen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van der Staaij. Dan is nu het woord aan mevrouw Den Haan namens 50+.